Als ChristenUnie vinden we het vooral belangrijk dat we uitgaan van gelijkwaardigheid. Dus in het land Nederland, het Koninkrijk Nederland, hebben we meerdere landen. Het land Nederland, het land Aruba. En wij gaan uit van echt gelijkwaardigheid tussen die landen in de samenwerking. Dus ik vind dat echt heel belangrijk. Ja, verder is het ook belangrijk dat we als ChristenUnie willen ons echt inzetten voor bestaanszekerheid. Ook als je werkt en je verdient niet zoveel, dat je dan toch nog gewoon een goed leven kan leiden. En dat is een onderwerp wat hier in Nederland belangrijk is. Maar ik begrijp ook op Aruba is dat ook een belangrijk onderwerp. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen gewoon een goed leven kunnen leven? Ook als je misschien niet een hele goede baan hebt, maar dat je wel zorgt dat je gewoon mee kan doen in de samenleving en ja, ook gewoon dingen kan ondernemen. En ik vind ook dat het belangrijk is om echt maatwerk per eiland te doen in de samenwerking. Aruba is natuurlijk al langer, heeft de status apart en ja, heeft zich bewezen een goed zelfstandig land te zijn. En dat betekent ook dat je als volwassen, ja, landen samen met elkaar gewoon goed kan samenwerken. Dus ik vind het heel belangrijk om echt ja, te kijken wat er nodig is. Hoe kunnen we elkaar helpen om binnen dat Koninkrijk van Nederland er iets goed van te maken. Ik denk bijvoorbeeld ook als het gaat om economie. Aruba heeft veel toerisme, maar er zijn ook andere economische sectoren waar we als Nederland misschien ja, in kunnen helpen of een nut van hebben. Dus ik denk bijvoorbeeld de banden naar Zuid-Amerika, de brugfunctie die Aruba daarin kan vervullen. Dat is heel belangrijk, ook voor een land als Nederland. Waar het om gaat is dat welvaart is niet alleen in geld uit te drukken. Het is meer dan dat. We noemen het ook wel eens brede welvaart. En het is goed dan op al die plekken van het eiland ja, in de gaten te houden van hoe gaat het ermee. Dus te monitoren van hoe gaat het met de economie, maar ook hoe gaat het met je bestaanszekerheid. Hoe is het sociaal stelsel, hoe is het onderwijs, hoe zit het energiesysteem in elkaar. En dat allemaal samen, dat maakt dat je welvarend kan zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om zo'n bureau in de benen te helpen om te kunnen monitoren of het goed gaat op het eiland. Ik ben wethouder voor de ChristenUnie in Putten en ben in het verleden ook op Aruba actief geweest als planoloog. Ik heb gewerkt aan ruimtelijke plannen in Oranjestad en in de barrio's, de wijken, San Nicolas en Oranjestad. En het was goed om daar nu over te spreken met Mike Eeman. Ja, ik heb met veel plezier op Aruba mogen werken. De uitdaging was om bijvoorbeeld de mensen die op de cruiseboot aankomen ook in de winkelstraat van Oranjestad te krijgen. Hoe krijgen we de mensen echt downtown? Dus daar hebben we plannen voor ontwikkeld. En wat ik heel mooi vind om te zien is dat er in Aruba ook echt gewerkt wordt aan de wijkenaanpak. Dus de wijken om het centrum, zowel in Oranjestad als in San Nicolas, ja, die hebben aandacht nodig. En het is mooi om te zien hoe daar met een aanpak per wijk echt een plan voor is gemaakt. En die wijken ook nou ja, meer kwaliteit hebben gekregen. En dat samen met de inwoners. En dat vond ik echt heel goed om te zien. Ik heb veel geleerd van Aruba. En wat ik mooi vind is dat het een hele hechte samenleving is. Met mensen die nou, meestal heel positief in het leven staan. Die ook echt trots zijn op hun eiland. Ja, en ik denk dat dat super belangrijk is. Want een beetje trots op de plek waar je vandaan komt. Ja, dat maakt dat je er ook goed voor zorgt. En dat vind ik heel mooi om te zien op Aruba.